allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farm Journal 2015. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij balen persen. En niet zomaar balen persen, extreem veel balen persen. En we gaan gewoon vierkante persen. Vorige aflevering, ik vond het gewoon ongelooflijk veel werk om het anders te doen. En als je ziet, dit gaat al extreem snel. En als je ziet hoeveel balen hier al liggen van dit kleine stukje, dan word je gewoon helemaal gek om die balen te persen, zeg maar. We gaan gewoon lekker baaltjes persen. We moeten voor de volgende aflevering gaan we misschien ophalen. Dan moet ik nog even niet vergeten om een paar mods te installeren. Of tenminste één mod te installeren. Om die balen makkelijk te kunnen opstapelen. Dat vind ik namelijk best handig, zeg maar. Want die mod, de balenpricks die er nu in zitten zijn op zich ook wel goed. Maar je kan nog net iets beteren. Oh, die beugt nu maar een beetje. Dus dat wil ik eventjes doen. Nou, zo. Dan is die er ook weer af. En dan gaan we weer een hele volle nieuwe rij doen. De oogstmachine is gewoon lekker bezig. Dus wij gaan ons nu gewoon alleen maar even focussen op het op de balen persen. En af en toe moeten we natuurlijk even legen. Hij zit namelijk nu al 56% vol. Ik zit misschien in twijfel om even een grotere kar te kopen. Want ja, de containers zijn op zich wel handig. Kan ze natuurlijk gewoon leeg in de silo. Misschien moet ik dat maar eens een keer gaan doen dan. Want zo werkt het niet echt. Wat ga ik je verder eens nog meer vertellen aan jullie. We zijn natuurlijk weer allemaal naar school. We zijn vandaag weer naar school geweest. Gisteren ook. En vandaag mijn eerste SO gehad van dit jaar. Of nee, mijn tweede SO alweer. Van dit jaar over natuur scheikunde. Was best makkelijk over centimeters, meters en omrekenen en zo. Over Kelvin. Sommigen denken echt van, what the fuck lul je nu, Michael? Maar de anderen denken misschien, oh ja, dat heb ik ook gehad. Of, kijk al. 0 Kelvin is namelijk min 273 graden. Dus reken maar uit wat 273 Kelvin is. Dat is inderdaad 0 graden. Hey, goed zo. En want namelijk kouder dan 273 graden is niet mogelijk. Namelijk alle moleculen staan op die temperatuur staan die stil. Dus het kan niet kouder. Het staat al stil. Dus je kan het niet nog stiller zetten. Want het staat al stil. Dus dat is best wel eventjes goed nadenken. Maar het is eigenlijk best makkelijk. Op zich is natuurscheikunde best makkelijk. Ja. Hoeveel baantjes heeft hij nou gedaan? 3. En hij zit al vol. Dat mest, al even veel oogst op, zeg maar. Holy shit. Ongelooflijk. Zo. Daarnaast was ik net aan het kijken bij die bij de trekker. Maar kijk, als je deze kant op stuurt, dan blijven op een gegeven moment de spartborden blijven staan. Dat wist ik helemaal niet. En de stuur gaat gewoon door. En natuurlijk heb je de andere kant op ook. Dat wist ik echt niet. Dus dat is wel vet, zeg maar. Dan weet ik dat nou ook weer. Kijk even hier, een mooie grote keeper tussen hebben staan. 3300 liter. Deze zien er op zich ook wel mooi uit. 3300 liter. Even kijken of we buiten de mods, als we daar een keeper hebben, wat de grootste keeper is. Ik denk dat dat momenteel deze is. Ja, dat zie je ook wel overduidelijk. Deze is op zich ook nog wel groot. Ja, deze heb ik al. Ja, dat dus. Het wordt tijd om eens een keer wat grote materiaal in te zetten dan de kleine bakjes die we nou hebben. Kijk, die staat lekker midden op de weg geparkeerd. Gewoon lekker laten staan. Balenpersen aanzetten. Even achteruit. En dan gaan we gewoon weer lekker balen persen. Hoppatee. Balen persen zo is eigenlijk helemaal niet zo erg. Moeten ze daarna ook nog ophalen? Dat is wel erg, want we gaan namelijk geen automatische machine gebruiken. Geen automatische machine gebruiken. Dus dat wordt ook wel geniaal. Maar we moeten wel even de motto voor hebben. Want voor mij alle dingen die we nu hier hebben van de frontloaders. Kijk, ja. Het enige wat je hebt is
Deze. Nou, dat vind ik eigenlijk niet genoeg. Dus ik kan ook even de video pauze zetten. Dat de mod even installeert. Dat we dit weilandje meteen even gaan ophalen. Is ook wel leuk om te doen. Oh. Even kijken. Kevin loopt tegen me te lullen. Kevin, ik ga je eventjes muten. Oh. Niet storen. Zo. Duurt eventjes, maar dan hebben we wat. Nou hebben we namelijk geen last meer, als het goed is, van Kevin die de hele tijd loopt te lullen. Maar ja, zoals je ziet, we hebben ongelooflijk veel weilanden te doen. Dus we hebben ongelooflijk veel balen zo meteen. En aan de ene kant is het handig, aan de andere kant, ja, wat moet je hier allemaal mee? Nou, halen persen. Ik hoop dat je deze palen ook in die machine daar beneden kan gooien. Bij de koeien. Dan zou het best irritant zijn. Dan moeten we al die balen telkens weer omzetten. Of we de hele tijd die balen omzetten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. We hebben nu momenteel al 20 balen geperst. Daarom is het wel chill zo'n balen counter. Ja, ik zeg het goed hè. Balen teller. Laat het daarop houden. Ja. Ik ga weer lopen gapen. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet gewoon een keer vroeger naar mijn bed. Dan kan ik betere YouTube video's maken. In plaats van het hele gegapen. Dat is niet leuk. Zo. En ik hoop dat de laatste baas nog net even uitgeperst kan worden. Ja. Dat bedoel ik. Nou, mooi. Dan ga ik even de mod installeren. Dan ben ik zo weer terug, jongens. Zo. Daar ben ik weer. Inmiddels heb ik heel wat mods erbij ingeïnstalleerd, zeg maar. Jullie kunnen zien dat Black Ops klaar is met downloaden. Heel interessant. Maar... ik heb niet zomaar wat gedownload. Ik heb iets fucking chills gedownload. Bij tractor is voor mij tractors niet zo heel veel veranderd. Hier zie je bij deze is er bijgekomen. Dat is een redelijk goede balenvork, zeg maar. En deze is bijgekomen. Is ook wel chill. Qua vrachtwagens is er niet zoveel bijgekomen. Maaiers ook niks. Keepers ook nog niks. Oh, ik dacht dat ik er wel bij had. Hier ook niks. Hiero. Ja, dat die hele wasinstallatie. Ik ben benieuwd wat ik daar eigenlijk mee kan. Ben ik nog wel een keer benieuwd. Dat wil ik nog wel eens een keer kopen. Hier heb ik niks veranderd. Hier niks veranderd. Hier niet. Hier wel. Sowieso 100%. Deze had ik erbij. Nou, die kennen jullie waarschijnlijk al. Marshall Pack. Met allemaal verschillende loaders. Eigenlijk zijn allemaal dezelfde. Maar dan een andere kleur. Deze dingen. De foil rolls voor de Kroner Ultimate. En de net rolls voor de Kroner Ultimate. En dan krijg je de grootste machine. En dat is de Kroner Ultimate. Is een non-stop wrapper bale. Dus die perst de balen. En pak ze daarna meteen in. En je moet er ook echt gewoon dingen voor inleveren. Hoe fucking vet is dat? Nou, dit is niks veranderd. Deze mods heb ik allemaal nieuw geïnstalleerd. Ben benieuwd of dat werkt. Ga ik binnenkort eens een keer kijken. Bosbouw is dat. Nou, hier staan ze ook allemaal tussen. Bij diverse is er volgens mij... broken. Dat is ook niks anders. Ja, en deze twee zijn erbij gekomen. Daarna kan een ander voertuig het transporteren. Nou, en hier is volgens mij ook niks bijgekomen. Maar ja, helaas moet ik sommige kijkers nu teleur gaan stellen. Maar ik wil gewoon eventjes de geldsheet gebruiken. Of de geldsheet, het is geen geldsheet. Even de tijd versnellen. Huh? Wat? Wat is het percentage? Oké. Nou heb ik genoeg. Want ik wil gewoon die andere balen persen. Het zijn misschien wel ronde balen. Maar ik ga gewoon eens testen. Mij lijkt het namelijk fucking vet om dat ding te hebben. Dus bam. Hij zit nog in de aanbieding. En dan moeten we natuurlijk automatisch deze en deze erbij hebben. Dus laten we eens kijken. Even kijken hoor. Nou moet het even dag als het even kan. Oké. Trekkertje. Rijden. Ding ophalen. Kijken wat het doet. Ik ben echt benieuwd. Ik ben serieus waar. Ik ben nog nooit zo benieuwd geweest. Ik ben benieuwd wat...
ja, hoe makkelijk het te bedienen is. Ik denk dat het eigenlijk, ik weet niet of het makkelijk is, misschien is het wel hartstikke moeilijk, I don't know. Maar het lijkt me leuk om even te weten. Gaan we even kijken, even loeken, even kijken nemen. Dan kunnen we wel meteen langs de shop rijden, dit is toch niet zo heel veel verder hier vandaan. Ik ben benieuwd. Hoe vaak ga ik nog zeggen dat ik benieuwd ben? Ik heb geen idee. Ik denk best vaak, maar ik ben echt benieuwd. Maar misschien gaan we gewoon verder met de vierkanten. Omdat ik nu toch alle dingen voor de vierkanten heb, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Ik kan natuurlijk ook zo weer overgaan naar de ronde, maar de vierkant is toch even net wat makkelijker. Maar want het probleem is, als je ze inpakt, gaat het over naar kuil. En kuil heb ik eigenlijk niet nodig. Ja, oh, kijk eens wat een machine, jongen. Oh, shit. Fucking vet. Oh, fucking. Holy shit, dit is wel vet, man. Deze mod is tot nu toe, vind ik hem wel vet. Laten zakken. Er zit er gewoon serious sounds bij. B. Oké. Okay. Losmaken, kaart weergaven. Muisknoppen voor meer uitleg. Even kijken hoor. In ieder geval, hij is nog helemaal empty, dus we moeten hem natuurlijk wel kunnen vullen. Hoe werkt dit? Gewoon B aanzetten. Drop mode staat aan. Trap bill staat op J. Oh, bij elkaar. Oh, dan kan je dit doen. Oh, ja. Aha. Maar hoe gaan we dit laden? Oh. Holy shit. Fucking epic. Kijken of we hem nu kunnen vullen. Ik denk dat we eventjes een frontloader erbij moeten halen. Met een pallet fork. Frontloader, frontloader. En even een pallet forkje kopen. Frontloader en een pallet fork. We gaan gewoon even experimenteren en dan gaan we volgende aflevering weer verder. Het is toch ook even leuk, een beetje nieuwe mods erbij. Anders blijft het altijd zo saai. Hè? Vind je ook niet? Hop, turbootje erheen. Ja, ik vind het altijd wel interessant als er zo'n nieuwe mod is en ik weet niet hoe het werkt. Dat is toch leuk om even te experimenteren. Toch? Ik vind het wel. Maar dat is mijn mening. Iedereen's mening is anders. Ik zei namelijk ook dat er graafmachines waren en zo. Maar ik dacht, nou, dat ga ik allemaal nog niet installeren. Want daar heb ik allemaal geen zin in allemaal. Maar ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dat ik wat meer mods probeer te downloaden. Ga kijken wat het is. Ik bedoel, ik zou echt niet oneindig mods gaan downloaden. Want het zijn zoveel mods. Maar die wil ik allemaal niet. Als ik een mod, als ik een ding zou kunnen downloaden waar alle mods in staan, dan zou ik het misschien wel doen. Maar ik ga ze niet allemaal zelf één voor één downloaden, want ja, daar heb ik gewoon echt totaal geen zin in. Moet ik eerlijk zeggen. Zo, nou, hier hebben we een pallet fork ding. En kijken of we hem kunnen vullen. Kijken of het nog werkt, of dat al werkt. Oh kut, ik moet natuurlijk wel bij de goede categorie selecteren. We moeten namelijk bij de compact loaders. Nee, niet compact loaders, dan staat die bij de verrijker. En dan daar de dingen die. Ja, daar, kijk, komen we wel ergens. Zo. Ziet er meteen direct een stuk anders uit. Je gebruikt de pallet fork eigenlijk nooit. Dus daarom is het chill dat ze deze mod hebben. Dan gebruik je het tenminste ooit nog eens. Oh, het is wel irritant dat je hem telkens bij moet vullen, denk ik. En dat je dat op een gegeven moment wel zat bent. Kan ik hem nu bijvullen?
Oh, X. Take roll. Echt waar. Ajoe. Dit is wel vet, man. Dit is echt vet. Ik moet even zo eentje pakken. Zo, poep. Nee, geen rol. Die moeten hier toch opgestapeld. Even kijken waar dat moet. Voor mij moet het hier. Niet aan de andere kant. Staat het ook alweer op zo'n machine? Voorop. Voorop. Voor mij kan je dit ook nog open. Ja, zie je? En dat moet dan... X. Kijk! Het is wel een werk. Maar het is wel vet. Nou, hier gaan gewoon allemaal van die dingen in. Of ook rollen. Nee, hier gaan gewoon echt allemaal van die pakketten in. Er gaat dus meer in dan net. Moet hem even een stukje verder reizen, even makkelijker vullen. Zo. Oké. Okay. Dan zetten we deze er even bij. Zo, dan kunnen we beter vullen. Even kijken, X. Oh, serieus? Pak ik hem nou toch eens? Zo. Zo. Nou, B. B. Zo, andere kant. Dan gaan we zo meteen eens een paar paaltjes persen. Even kijken wat hij doet. X. X. X, X. Kom op, X. 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 Ja, dit is wel grappig. X. Dat mensen daar zoveel tijd in steken, hè, om dat gewoon te maken. Dat is wel vet. En hij stond ook niet voor niets op de top 1 van vandaag. Want dit is de... Dit is het net en de folie zit er achterop volgens mij. Ja, I don't know. Voor mij wel. Ja, dat moet ik eigenlijk wel weten, maar ja, momenteel even niet. Ik kijk of het zo sneller gaat. Zo. En dan doen we E. Oh, nee, dat is de verkeerde knop. B. B. Zo. We kunnen balen persen. Gaan we maar eens proberen dan. Met de grote machine. Wat een ding, hé. Ik ben benieuwd. Hij is door, vent. Ik ben toch geen bejaarde opa meer. Je kan ook allemaal verschillende groottes maken. Het is wel een Duits kentekenplaatje. Dat is wel wel jammer. Dat is wel jammer. Oké, maar oké. We gaan gewoon... persen. Palen persen. Deze lijkt wel wat meer nodig te hebben voor een baal te persen dan normaal. Hey. Waarom gaat hij niet balen of rappen? En manual. Ah, manual moet hij zeker zitten aan.
En dan moet ik ook nog zelf hem laten wrappen. Even kijken. Moet ik hem zelf laten wrappen? Wrap balls on. Staat toch aan? Drop bill. Ga aan dan. Deactivate, drop bill en collect wrap bills on. Wel grote palen. Even kijken als ik hem nou weg donder straal. Gaan we nog even een keertje proberen. Moet natuurlijk wel de mod werken, anders is het niet echt leuk. Ik zou het leuk vinden als hij natuurlijk ook echt de boel gaat inpakken. Nou, de dingen zitten vol. Nou, je kan de dropmat nog aan en uitzetten. Slide door. Ja, oké, maar daar ken ik dus niet mee. Ik moet dus dat ding nogmaals doen. Ik wil dat die zichzelf gaat B drop mode automatic collect auto. Misschien gaat hij nu wel behalen persen. Ja, I don't know. Oh, misschien kan ik kan natuurlijk alleen maar grasbalen doen, hè? Je kan ook alleen maar grasbalen doen. Nou, dan is het ook eigenlijk niet interessant dat ik deze mod gebruik. We gaan ze toch niet inpakken. Ja, hij dropt ze wel automatisch weg. Dat is dan wel weer een voordeel. Ik hoef hem niet de hele tijd open en dicht te doen. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Zo. Toch mooi dat die snelheid afneemt. Nou. Nu even niet. Wat? Oké, dus ik kan alleen met gras balen, dan kan ik echt inzien. En dat is ook zo, dat werkt. Aha. Nou oké, dan gaan we deze weer wegleggen en dan gaan we weer terug gewoon naar de oude vertrouwde vierkante balen. Nou, dan kijk ik bedankt voor kijken naar deze aflevering. Ik denk dat die wel lang genoeg duurt. Vergeet niet de groen duimpje omhoog doen, even te abonneren. En dan check ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering van Farm Simulator 2015. Dus tot de volgende keer. En ik zeg, zoals altijd, ook later.